Oh, wow. Kijkers van Gamer King NL. En we hebben weer Portal. En ik ga mijn geluid weer hoger zetten. Niet volop, maar... dit is Portal 2, episode 4 alweer. En er is nu geluid in game, hoop ik. Ja, dat is er. Oké, en we gaan alleen spelen. Spel hervatten. Ja, nou, we gaan weer verder waar we gebleven zijn. En ja. Hij is aan het laden. Laden, dat is altijd leuk. Echt jongen, laden, dat doe ik het voor. We zien dan in één keer lasers komen. En dit stuk heb ik al gespeeld, wat nu op de loading screen staat. Ja, oké. We zijn waar we waren en we gaan hier omhoog. Oh wacht, we moesten erin. Oké, we gaan er weer in en... We gaan naar beneden. Ja. Oh nee, dan moeten we weer laden zeker. Oeps. Oké, nou. Het laadmomentje heb ik als mijn praat random dingen moment. Dus ja. Dit is mijn... Oh, gaan we verder. I figured out what to do with all the money I save recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Okay, same here. Perfect, the door's malfunctioning. I guess somebody's going to have to repair that too. No, don't get up. I'll be right back. Don't touch anything. No. Hey, wait! Weedly. Up here! I found some bird eggs up here. Just dropped me to the door mechanism. Shut it right down. Bird! 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 That's a vogel, yeah. Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Livid! Yep. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, alright? Very soon, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Okay, here she comes. Just keep testing. Remember, you never saw me. Never saw me. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Oh. Anyway, okay. Back to testing. Kijk, wat moeten we hier doen? Zo. Daarheen. Oh! Nee. Dit is de eerste keer dood. Dat ik de eerste keer dood ben. Huh, moeten we weer opnieuw laden, zeker? Wat is dat nou even doms? Nee, ik hoop niet dat zelf... Oh, oké, goed. Oh, nee. Ik faal. Vandaag heb ik een faaldag. Het is vandaag Nationale Faaldag. Ja, oké, dat is het. Nationale Faaldag. We gaan gewoon terug door die poort. We gaan gewoon even daar neer praten. Zo, oh! Oh! Okay. Ik heb hem. Ja, dit is het allermoeilijkste. Oh! Oké, wat er. Gaat goed. We gaan gewoon nog een keer daarheen. Zij dat is vandaag Nationale Faaldag. En deze keer heb ik niet eens gehoord. Echt serieus. Zo. Oké. Gewoon aan de overkant toe, dan plaatsen we deze cube van Aperture Science op dit ding. Well done. Oh. In fact, you did so well. I'm going to note this on your file. Verder. In the commendation section. Alweer. Oh, there's lots of room here. Tot erin. Did Dumb. Well. Oké, kom, we gaan verder. Enough. Aperture. Laboratories.
Pardon, ik ben moe, man. Oké, we gaan gewoon verder. This next test involves turrets. Yep, you remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in 5 seconds. Good luck. Wacht, ik even dat irritante berichtje. Clear. Zo. Ik heb een turret. Stop. Ja, portal. Ding. Lauw. Dan is het niet oud. Oh. Dat ging fout. We gaan gewoon hierheen. Oh, dit is leuk. Dat doen we zo en dan doen we zo. Hoppakee. Bam. Dat doen we hier ook. Bam. Zo. Dan gaan we hierheen. En dit is het leuke stuk. Zo. Dan kijken we. Stop. Zo, gooien we er gewoon in. En valt in de grond en dan... Stop! Oh, je bent geoond. Domme. Dinges, turret geval, ik haat jou. We gaan de cube meenemen. Oh, wacht. Zo. En we gaan wel lekker verder. Hey, nu ben ik eruit. Ik ben eruit. Wow. En we gaan weer laden, natuurlijk. Het laden is zo leuk. Leuk, man. Oké, we gaan verder. Okay. To maintain a constant testing cycle, I simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. So you may be confused about the passage of time. The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. Oh. Okay, deze is... You know how I'm going to live forever, but you're going to be dead in 60 years? Bam. Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Ik weet niet waarom. Als ik moet recorden, dan ga ik altijd gapen. Dat is echt een rare stad. Maar het is nu vakantie. En that jumpsuit you're wearing looks stupid. Veel dingen doen. That's not me talking. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait. It's a she. Still, what does she know? Oh wait, it says she has a medical degree. Bam, op dat kerel nou. Oh. From France. Oh, hierheen. Oh, nee. Oei. Oh. Ja, ik ken dit stuk al, joh. Dit is niet zo moeilijk. Dit is echt een makkie. Denk ik. Die kant op. Yep. Kijk, en dan spring je hier rapid fire naar beneden. Zo, bam, en dan... Druk je in. En bam. Kapot. Oké, dan doe ik zo. En dan baten we super snel. Baten we daar een ding. Zo. Are you still there? Bam. Weer een turret kapot.
I'm going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find two with your last name. A man and a woman. Oh. So that's interesting. It's a small world. Dus mijn ouders zouden daar liggen. Ze heeft mijn ouders gevonden. Die wil ik toch wel een keer zien. Toch? Ja, I have a surprise waiting for you after this next test. Heler. Telling you would spoil the surprise. Ja, so I'll just trouwens. Give you a hint. Stop. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. Ik ben al wat vergeten. Robot letters. Laser. Wat spijt me. Hey turret, jullie kunnen me lekker niet schieten door de glaas, nee. Maar ik jullie wel. Kijk, we pakken gewoon die andere cube ook. En dan kijken wat we van hierheen. Plaatsen we hierop. Zo'n laser constant branden. Plaatsen we die en dan. Bam! En bam! En bam! En bam! Kijk, en hier ook. Kijk of ik hier snel kan komen hoor. Hier kan je in. Activated. Op een of andere manier. Deploying. Are you still there? Hello. Kom wel. Oh, wacht. Oh, wat doe je nou? Kom ding. Kijk. Bam. Oké, voor de mensen die nog niet wisten, is het een secret. Zie. Even maar gewoon iets harder. Verkeerde. Oké, ik ga hem zo weg, want het is copyrighted. En we hebben straks een probleem. Dus we gaan gewoon hup. Hup. Cube meenemen. Toch? Oh, wacht. Nee. Ik wil nog steeds op muziek. Maar dat maakt niet uit. We gaan verder. Zo. Dan kunnen we verder. Tudu. Ik heb een camera in mijn hand. Mijn hand. En. Hey. Oh, dat wil niet. Ja. Een camera. Oh. Lasers are burning. Ja. Leuk. For he is a really good fellow. Fellow. Weet ik veel wat daar stond. Maar dat maakt niet uit, we zijn 14 minuten bezig ongeveer. Ja, 14 minuten. We maken er gewoon 20 van, hè. It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Oh. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Oh, deze. Nee, ik haat dit level. Ik heb zo'n hekel aan dit level, hè. Maar ik weet nu eigenlijk. Toch? Ja, ik ga daar eerst. Ik ga daar eerst in. Oh ja, kijk, we gaan eerst daarin. Zo. Kijk, dan doe je zo daar eentje en daar. Maar je toch eens voor de eerste keer, nee, ik heb je heel erg over na moeten denken.
ik wel echt ook op hem leven. Wat ze hier boven. Hier. Ja. Oh. En dan gaan we daarheen. Erop. En plaatsen daar ergens op die muur. Daar. Gewoon, en dan. I bet you think I forgot about your surprise. I didn't. Boven. In fact, we're headed to your surprise right now. Okay, we gaan after nou all nog these years, I'm getting choked up just thinking about level. It. En dan, ja. Zijn we op de tweede minuut bezig. En ik hou eigenlijk deze episodes 20 minuten. Anders duurt het veel te lang, ja. Oké, we gaan opbellen. De verrassing, hoofdstuk 4. Initiating surprise. In het donker, ik bevang je in het donker. Help! Help! I made it all up. Oh, yeah. Surprise. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. Hey, later! Dit aan mij. Klik maar op die knop. Oh. Oh. Klik even. En dan komt een Q. 2. Ja. Oh. Niks in de hoop. What's up, turret? Kom maar. Au. About that surprise. Tell you what, let's give your parents a call right now. The birth parents you are trying to reach do not love you. Please hang up. No. Oh, that's my. But impressive. Maybe they worked at the phone company. Okay. Kunnen we waarschijnlijk nog wel even. How's it going? I talked my way onto the old nanobot work crew. Hey! Really? They are really small. So, I know, Jerry! No, I'm on a break, mate. On a break. Ow! Just hang in there for five more. What? Jerry, you can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced work site should have accommodated a nanobot of my size. Nee. Thanks for the hate crime, Jerry. See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for five more chambers. Oké, okay. 5 kamers nog. En dan gebeurt er iets. En ik weet wat, maar dat zien jullie wel de volgende episodes. Hoop ik. Well, nou, you know the old formula. Episode. Comedy episode. Equals tragedy plus time. Okay. And you have been asleep for a while. So I guess it's actually pretty funny when you do the math. Oké, okay. Dit ziet er heel ingewikkeld uit. En ik zie jullie de volgende keer weer. En ja, thumbs up, hè. En even toevoegen, favorieten. Als je dat wilt doen natuurlijk. Even thumbs up geven. En ja, dan komt het allemaal goed, hè. Ja toch? Dan komt het allemaal goed. Oké, tot de volgende keer. En thumbs up. Yo.